Een hele, hele, hele goede middag. Ja, mijn hondje ligt weer eens een keer zo grommelig onder mijn bureau. En ik wens jullie van harte welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Ja, ja. Het is vandaag alweer 28 juli. We hadden gisteren de bloedmaan. Ik ben met die vlog bezig om alles, Ik heb met 3 camera's gevlogd, dus ik moet het eventjes allemaal uitzoeken welke komt dan. Ja, waar de rest van mijn diertjes zijn, Joost mag het weten. Ik weet niet. Alles heb ik open. Dus ja, ik moet ook weer wat opruimen, zie ik. Het is bewolkt hier. Het is lekker nu. Het is in huis, denk ik, heter dan buiten. Maar dat zal ik straks wel even beleven, want in die bessenstruik hangt aan de pergola een thermometer. Ja, hoeveel graden daar is, weet ik niet. Het waait een beetje, niet noemenswaardig. Je hoort het meer dan het eigenlijk ziet. Door die bomen hoor je ritselen en bewegen. Dus ja, en ik heb bijtjes, ik heb van alles en nog wat in de tuin. Vlindertjes heb ik al gezien. Dus ja, helemaal geweldig. Nou, het heeft al geregend een paar keer. Dus ja, daar knappen we weer even van op. Want morgen gaat het weer omhoog, werd er gezegd gisteren. Maar ja, maakt er allemaal niet uit. We gaan er gewoon weer voor, simpel. Ik heb alles openstaan tegen elkaar. Het raam van de keuken staat ook open, de wc-deur staat open, het wc-raampje staat open, boven staat alles open. Dus ja, dan... Hier is ook... Vogeltjes in de lucht, als jullie het niet zien. En we hadden hier gisteren een zielige jonge meeuw, nog een bruine, met bruine veertjes. Die kon op dat moment niet meer vliegen. Of die nou wel al kan vliegen, weet ik niet. Ik zal straks ook even kijken. Maar beestje had dorst, liep met het snaveltje helemaal open. En zo zielig. Daar hebben we een bakje met water neergezet. Ja. Ik zal kijken of die er ook nog staat. En dan merken we het wel. Maar oké, ik zal eerst eventjes daar opruimen wat mijn hondje er neer heb gelegd. En dan is dat ook weer weg en schoon. En dan zal ik even kijken of die mail er nog is. En zo niet, nou, dan zal het hem wel goed af zijn gegaan. Of ja, helaas door een kat opgegeten, tenminste dood is gemaakt. Nee, ik hoor hem nog wel. Ik hoor hem huilen, het arme beest. Nou, als die er nog is, vlog ik hem even. Maar nu leg ik hem even neer en ik zeg tot straks maar weer. Nou, ik zag de jonge meeuw nog wel. Ja, en het begint hier weer te onweren. Ik hoorde donderen, ik hoorde mijn telefoon blub zeggen. Ik vind het zo zielig, hè. Ik kan er niet tegen dat een dier eigenlijk wat mankeert, blijft. Blijft. Daar is het beestje, bij die punt. Ik vind het zo zielig. Ik vind dat zo zielig, hè. Wat zei je, schat? Ja, toch wel. Ik vind het zo zielig. Ik heb hem gisteren water gegeven met nog... Dus ze komen nou toch. Want er werd mij gisteren gezegd van... dat hij niet zou komen, een dierenambulance voor een meeuw. Nou, ze komen er dan. Nou. Hij kan niet meer vliegen, niks. Zo zielig. Ik kan hem gewoon haaien. Ach, god. Nou, dan horen jullie dat. Ze kan hem aaien, zegt ze. Nee, liever niet meer, maar het kan. Het kan dus. Zielig toch? Ik vind het zo. Ja, dat is helemaal nader, hè? Ik kan het niet tegen. En dan die twee jonge duifjes daar toch? Ja, maar die kennen nog wel wat. Die kunnen vliegen.
Ja. Die ene ook niet meer hoor. Die nee? Die worden er ook steeds. Ja, door de warmte. Ja, wat wil je? We blijven nou komen. Eventje, morgen wordt het weer omhoog. Nee. Ja. De golf is afgelopen nou, schat. Piet Paulus, maar had dat ja, er alles. Ja, ook dat in Elder het zwaarst getroffen is, nou het zonnetje scheen. Ja. Nou ja, we wachten gewoon af wat het gaat worden. Het is in huis nog heet. We krijgen nou weer onweer, drommelt al. Ik heb Marco niet gezien gisteravond. Hè, wie? Marco. Ik zag heel drama uit. Ja, dat zag ik. Ik had het gezien. Even doortochten. Ja, want ik zocht die maan en die maan die kwam maar niet en die kwam maar niet. En in één ja, want daar komt altijd bij de kerk omhoog. Ja. Nou, in één ja, ik heb hem gevlogd af en toe. Ik kon niet blijven vloggen, want dan krijg je allemaal armen. En ik kon ook niet blijven staan. Want hij kwam heel laag op. Nou ja, ik bemerk het wel. Jij zegt dat, ik weet niet. Ja, ik heb stond net te bellen met hem mee. Ik denk dat hij is er wel moeite mee. Ik zal hem bellen. Ja. Nou, ze komen eraan, want hij kan gewoon niet meer vliegen. Nee, ik vind het zielig. Want daar staat een bakje water, hè. En waar? Ik had ook een bakje water gezet. Die schuur daar staat een soort bakje met water. Ja, ik had ook al een bakje water gezet daar. Die auto's gegooid, dat we toch eten. Ja. Maar hij zat eerst hier de hele tijd in de bosjes. En hier. Ja, klopt. Hij had weer brood gegooid, maar ja, die dikke vetzak, die pik alles weg voor zijn gezicht. Ja. Dan je daar al die auto's gegooid. Nou ja, wie weet. Komen ze er eindelijk aan. Maar ja, het duurt meestal alweer een tijd. Ja, dat moet me niet. Als ze maar wat aan de wegen ja. doen, maar dit is zielig. Ja. Wordt die plat gereden. Ja. Dat is ook niet nodig. Ik vind het heel zielig voor hem. Ja, want ik ben nou ook nog bezig met de vlog van gisteren. Maar ja, ik heb met drie camera's aan het vloggen geweest. Om die maan er duidelijk op te krijgen. Ja. Dus dan moet ik ook nog zien van, ja, waar zit die, weet je? Op welke volgorde moet ik plakken? Ja. Nou. Oh, gaat hij op de put leggen? Ach, gosh. Tenminste, bij de put. Ach, gosh, dikkie doosie. Ach, gosh, toch. Nee, want ik ben met Chrissy gisteren niet, maar eergisteravond de dijk op geweest. En toen was er een, hoe heet zo'n vogel? Hebben we het nog gezegd? Een vogel die normaal op een paal zit. Rijger? Nee. Ooievaar? Nee, het is een donkerbruine, kleinere vogel dan een rijger. Om vis op te duiken. Ik weet het niet meer. Nou ja, lekker belangrijk. In ieder geval, die kon ook zo wat het beest aaien. Stapje voor stapje ging ze er naartoe om foto's te maken. Ik ook op de vlog, zij heeft foto's gemaakt. Maar ik ga naar binnen, want het begint te waaien en ik ben bang van onweer. Dus ja, sorry. Ja, ik ook. Dus ik ga... Ik moet toch of naar buiten, dus de dierenambulance weer niet kon winnen. Dan gingen ze me weer bellen. Oké, nou, ik hoor het wel. Ik denk welke straat u wonen, precies. Ja. Ik denk anders had ik gewoon dag gezegd, dan zien ze het vanzelf. Ja, daarop, blijf. Nou, dat gaan. Ja, oké, schat. Doei, doei. Ik hoor het wel, hè? Ja. Nou, het wordt dus opgehaald, het beestje. Daar ben ik blij om. Enkel dat duurt altijd zo ontzettend lang eer dat ze komen. Maar het trekt er dicht. Het gaat dus onweer rommelen en doen. Bankie dicht zo. En dan ga ik even hier nog zitten. Oh mensen, wat. Als we nou eens een keer een weerlicht zagen, dan kon ik dat opnemen. Maar je hoort het al in de verte rommelen. Rommel de bommel, wat een gestommel. Ja toch? Maar oké. Ja, dan heb ik dus weer even gestaan en dan ben ik gelijk weer back af. Hè. Ja. Donder, het komt daar vandaan, het geluid.
nou op letten. Hi! Het is al een mooi gezicht, die donkere lucht, hè? Lichte vlekken erin. Maar oké, daar ligt mijn andere meisje. Moet jij niet naar binnen? We krijgen slecht weer, wijfie. Hé. Hey. Nou, dan niet hoor. Dan stoppen we er weer mee. Nou, het is al begonnen met regenen. Al is het wel nog niet heel erg, maar het is begonnen. Ik heb al één flits gezien, dus ja, ik heb hem maar op de haak gezet op die, in plaats van wagenwijd open. Want als het straks gaat spoelen, dan gaat het inregenen, dan kan ik hem toch helemaal even dicht doen. Ja, echt. En dan is deze gek bang van onweer, hè? Ja. En mijn hondje ook. Nou, het begint nou harder te regenen. Dan doe ik hem helemaal dicht. Want ik heb geen zin om zo meteen te dweilen. Nee. Daar heb ik geen zin in. Ja, en de buren daar boven, die... Zo dan. Ik zet gewoon op het kleine haakje nog, als dat wil. Zo, staat hij nog kleiner. Want het is zo heet nog in huis. Echt ongelooflijk. Want hoeveel graden hebben we het? 26,5 graden in huis. En dan... Oh, even mijn gevocht houden aan de muur. Het is 26 graden in huis. 26,5. En buiten op de vlakte 23,5. Dus ja, het is ongelooflijk hoe warm het nog is. En dat met dit weer, hè? Dan denk je toch het koelt af, maar nee. Maar ja, we wachten het af. Misschien aan het einde van de dag dat het dan wel koeler is. Ik ga er nou ook echt er niet op uit. Ik zou kijken bij de strandvierdaagse. Niet heen gegaan, niks. Ook ga ik de stad niet in met dit weer. Maar ja, welke gek zou dat wel doen? Enkel wanneer het hoog noodzakelijk is. Dat ga je. Maar ik hoef niet zo nodig. Hé, kerel? Ja, die is ook bang. Nee? Ja. Oh, lekker hè. Even lekker komen in het nekje, hè. Ja, ja. Maar oké, ik stop ermee en anders duurt het allemaal zo lang. En we weten allemaal wat onweer is, dus. Ik zou zeggen, geniet van jullie dag en tot later maar weer. Ja, lieve vrienden, het loopt alweer tegen 17:21. Even ter zake, onze zielige meeuw is opgehaald met een hoosbui en onweer en bliksem. Kwam de dierenambulance aangereden. Die hebben hem meegenomen en ja, die zullen hem geloof ik weer doorsturen naar het vogelasiel. Dus dat beestje komt wel weer te goed terecht. Mag ik hopen. Hij kon niet meer vliegen. Dus er was iets met zijn vleugel, ik weet het niet. Dus ik ben blij dat het beestje is opgehaald. Wordt het tenminste niet door katten of wat dan ook aangevallen of door andere beesten.
En ja, het is momenteel ook weer prachtig mooi weer, ondanks dat het heel hard waait. Het waait is onze tijd en wijl, nou ja, echt als een raket, laat me zeggen. En die bomen, nou... Het waait best en ik hoor muziek uit de stad vandaan. Dus er zal wel wat wezen, ik weet het niet. Maar het is aardig qua temperaturen opgeknapt. Het is buiten bij de poort 24 graden. Het is in huis 24,5. En op de vlakte is het 20. Dus ja, het is aardig qua temperaturen eventjes naar beneden gedaald. Dat nou hopen dat we vannacht tenminste fatsoenlijk kunnen slapen. En ja, ik ben bezig weer met een plaatje. Ik zag een heel mooi plaatje op Facebook staan. En ik heb keurig netjes gezegd tegen die persoon. Daar ben ik toch bevriend mee van, die pik ik van je in. En je krijgt hem ook wel weer terug, maar dan anders. Dus daar ben ik mee bezig. Wel leuk, ja. Vlinder met een roos. En ik haal het een en het ander weg. En ik ga het een en het ander laten bewegen. Ja. Dus het komt helemaal goed. Zeker te weten. En ja, ik was bezig met mijn klok. Dat heb ik alweer vergeten. Ha! Ja, ja. Nou ja. Oh, er loopt gewoon iemand langs. Ja, er loopt gewoon iemand langs. Nou, rustig maar. Rustig maar. Zo boos, maar ik zag nog wat waar ik ook boos om kan worden. Potverdikke. Hé, madame, mag dat? Mag dat? Mag niet. Weg, weg. Zo. Je mag niet op het aanrecht. Dat is mijn aanrecht, ja? Mag niet. Is je foei, is je stout. Tante. Maar oké, okay. Ja, ik weet ook nog niet wat ik eten ga. Ik heb in ieder geval wel, hoe heet dat? Het is wel de barbecue, maar ik bak het gewoon. 4 stuks. Ik wist 4 dagen ik vlees. Misschien ook wel niet. Dat ik het eerder op heb. Maar in ieder geval, ja, ik heb nog niet zo'n zin om te eten. Dat, Hé, hey, rooie. Wat? Tik. Tik, tik. Ja. En daar zit me weg met prinsesje. Hé? Ja nou? Ja nou? Hé. Die zegt niks, normaal gaat ze praten op haar manier. Maar oké, lieve vrienden, ik ga weer verder. Ik heb nog koffie staan, dus ga ik eerst op drinken. En ik zou zeggen, tot vanavond en smakelijk eten. Mijn diertjes hebben al hun eten gehad. De pan is leeg, althans zijn bak. Hij springt nou net op de bank. En zij zit er echt te wassen. Ja, ze is smerig. Maar hij heeft ze er zelf aan gedaan, moet ze me niet in de zon gaan liggen te rollen. En oké, ik heb mijn eten ook klaarstaan. Ja, spersieboontjes met knoflooksaus en wat kruiden. Worstjes met gebakken ui, een wijntje en een bakje koffie. Ja, dat ik ga lekker ervan genieten. Ik hoop dat ook jullie van jullie eten hebben genoten. Het is vandaag weer voor het eerst van de week dat ik fatsoenlijk warm eten krijg. Ik heb al eens een keer een stukje vlees gehad, maar iedere keer brood erbij, want ik had geen zin om te koken of wat dan ook. Met het warme weer. U brood heeft ook geen zin in warm eten. Maar nou ja, ik denk ik heb zin in wat. Dus voilà, ik heb het even klaargemaakt. Ik zou zeggen, een hele fijne avond. En voor later op de avond, welterusten, slaap lekker, met mooie dromen. En vanmorgen gezond weer op. Degene die naar de kerk toe gaan. Een hele fijne kerkdienst geweest.
En God zegen, ja. Ik hoop dat ik wel naar de kerk toe kan. Maar ja, dat ligt er maar aan mijn lichaam en aan het weer. Want ik ga met, ik laat me er niet nat om regenen, echt niet. Nee. En degene die een auto hebben dan, ja, die kunnen daar droog overkomen, maar ik niet. Ik kom me er zeiknat aan. Dus ja, dat heb ik er niet voor over. Ik wil zeggen, je hebt toch een taxibrand? Ja, heb ik. Maar dat is uit uiterste nood dat ik dat gebruik. Ja, dan moet het zo extreem koud wezen en dat ik naar een arts moet of wat dan ook, dat ik het dan gebruik. Daar zijn ze voor mij voor. En zolang ik mijn booster onder mijn kont heb, doet hij het. Punt. Maar oké, ik ga lekker genieten van mijn eten en ik zou zeggen tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!